Ik ben Floris. En dan hebben we onze gast nog weer. En nog drie anderen. Maar we gaan kluis spelen. Dus ik hoop dat jullie gaan lekker gaan genieten van deze livestream. Thomas, breng een ETK. Ja, waar naartoe? Ja, naar ons. Hij vlucht. Oké, okay, geen raketten. Hij vluchten. Geen raketten meer. En dan zegt hij tegen ons, jullie schieten zomaar. Achtervolg hem. Floris, ben je nou echt uit het oog verloren, Floris? Femke is dood, de airstrike. Onze goede vriend. Zo. Gaat hij praten of gaat hij niet praten in livestream? Zilverfamilie? Ga je praten of niet? Wil je meepraten in livestream of? Mij maakt niet uit, denk ik. Ja, maar van ons mag je praten. Als er iets is, gewoon zeggen. Of als er iemand op de trein is. En niet zomaar schieten. En wie gooit allemaal smoke? Jongen, Thomas, moet ik mijn pak aan of niet? Kan, hoef niet. Ja, doe je pak aan. Ja, pak is voor in het veld en normaal is voor in het kantoor. Ja, maar hun hebben geen kantoor, dus... Wacht, wie gooit ik hoor wat. Wie hey, wie gooit allemaal ook grenades? Jongens! Ik wie schiet er nou allemaal? Op de snipertoren, op de snipertoren! Ik ga op de snipertoren! Hoe? Zit Mick daar? Komen zij daar? Als ik vraag hem. Oh, ja, Mick met de grappler. Hey, Mick is voor vluchten. Heb ik toestemming om te schieten? Ja, Mick maar, wel. Ik ga even naar Game Channel, want ze mogen daar niet komen. Of voor een aparte channel. Ik ben er zo. Is goed. Ik heb toestemming om te schieten. Okay. Ja, alleen op Mick. Ja, lekker! Lekker, wie is Anonymous? Mick. We hadden hem samen. Lekker. Oh, jij kan alle dingen afluisteren bij Femke. Ja, maar dat ga ik niet doen. Dat is wel goed, hè? Heb ik toestemming om te respawnen? Ja, want je bent low dan 100 HP. En je komt net uit het gevecht, neem ik aan. Ja. Dan heb je toestemming. Je hebt gewoon toestemming om te respawnen, trouwens. Gewoon respawnen als je wilt. Ik hoor hier een grappler. Ik hoor hier een grappler ergens in mijn buurt. Oh, dat is Barry Allen. Heb ik toestemming op te... Ja, ik heb... Oh, nee, hij zit in ons gebouw. Hij wil wapens pakken waarschijnlijk. Jongens, let op. Er wilt iemand van vals spelen. Wie? Ja, Mick dus. Mick? Oh, omdat hij het niet eens is dat wij zoveel airstrikes in één keer gooien. Ja, dat kick je hem toch als hij niet daarmee eens wilt zijn. Ja, kick hem. Ja, ik heb gezegd niet checken. Kantoor dus. Ja, dat mag. Voor mij was kantoor het enige verboden terrein, het hoofdgeneraal. Ja, maar hij, als ik hem kick, dan gaat hij en niet de game uit. Dan moeten we allemaal lief creëren. Dan moeten we allemaal lief creëren. Nee, want dan moeten we helemaal overnieuw te beginnen. Ja, dus? Jongens, dan is hier iemand van mij. Staan blijven. Oh man, heeft geen zin te roepen. Oké, Femke mag je afknallen. Femke schiet gelijk. Ja, dan terug schieten, hè. Femke is weg. Mick ook? Oh, Tjumila schiet ook. Hoort dit? Wacht, ik laat me wel. Hey, airstrike? Oh. Hey, niet airstrike op de boevenbasis. Oké? Okay? Jamie. Ja, oké. Okay, je mag niet van het trein af. Oké? Okay? Ja. Ja, Femke. Mag je iets zeggen? Ja. Ja, dat is deel, het is allemaal chests in de map en daar moet je nu een goede waars uitzoeken. Ja, de chest. Jamie niet doen. Je mag niet zomaar schieten, want niemand heeft toestemming nu, oké? Ja. Jawel, ik geef toestemming dan.
Want in dit geval zit hij bij mij. Nou, niet op de boevenbasis. Ja, ik was wel goed. Ik vond mezelf echt een hele goede ding. Een hele goede hoek in. Hallo, kijk, mij... Floris, als jij het zult doen, zal ik je nu kicken. Want je jij kent de regels. Je bij mij. Je is in dit gebouw. Kun je een troep naartoe brengen hier? Ja, ik ben onderweg. Wie goed twee mensen. Ik heb mijn pak aan. Ik kom eraan. Oh, airstrike zodat ze niet gebouwd kunnen. Slimplan. Mick, mag je meteen knallen? Dat heeft mij weer neergeschoten. Ja, ik ga ook dood in die airstrikes. Wat zijn mijn airstrikes? Je gaat dan wel dood, hè? Je gaat dood in alle airstrikes. Ook al zijn ze 10 mee, toch? Heeft Mick wat... Ik kik hem. Mick, ik zit achter Mick aan. Goed zo. Waar is hij? Ja, mooi. Hij is echt 1 HP. En jij bent dood. Floris? Ja, wacht even. Oh, je bent bij hem. Nee, dat is goed. Dood. Hoppatee. Okay. Jongens, er komt volgens mij iemand... Ik heb het idee dat er iemand via ingang zit. Dus ik ga daar wel wachten. Ja. Jongens, ik hoorde net dat wij van buiten het terrein niet mogen... Een verzoek van Mick, kunnen jullie alsjeblieft die hoeren er straks niet 300 keer... Oké. Okay. Want ik krijg er gewoon lek van. Schelden. Oké, okay, sorry iedereen, bla bla bla. Jongens. Mick? Ben er klaar mee. Spijt me, zoon! Jongens. Spijt me, jongens, maar ik moest hem echt kicken, want... Dan kan ik tenminste niks meer zeggen, want ik ben er nu klaar mee. Oh ja, jongens. Waarom die niet wel op schelden? Hoe kan je dat doen dan? Omdat hij in ons parkchannel zat. Vraag mij, drie tuigen erbij. Zo! Jongens, geen airstrikes aan Unlimited, gooi Armaan. Oh goed, daar heeft... Oké, daar hebben ze gelijk. Geen Unlimited airstrikes, stoppen met die airstrikes. Thomas, misschien een update voor de volgende keer. De airstrikes eruit. Nou, de airstrikes mogen erin zitten, maar de airstrikes mogen niet te veel de hele tijd gooien. En we mogen ook niet op een buiten de trein schieten. Ja, ik ook. Hé, maar even één ding. Jamie kan je het niet te kwalijk nemen, hè? Ja. Maar anders krijg ik contact. Ja, maar het is echt leuk. Nee, want je zit gelijk in het goede team. Je zit gelijk in team 2. Nee, ik zit nu pas in team 2. Are you, hè? Is goed, start hem maar. Ik zie dat de stream achter vastloopt. Oké, nu. Jongens, geen unlimited airstrikes, hè? We gaan wel in een rijtje. Moet wel in het oké. Okay. Nee, want je zit gelijk in het goede team. Je zit gelijk in team 2. Nee, ik zit nu pas in team 2. Are you, hè? Is goed, start hem maar. Ik zie dat de stream achter vastloopt. Oké, nu. Jongens, geen unlimited airstrikes, hè? We gaan wel in een rijtje. Moet wel in het hele team. Oké. Ik weet een betere regel. Thomas is de enige die bevel geeft voor airstrikes. Ja. En wanneer het stopt. Ja. Daar heb ik toevallig geen zeggenschap over. Maar ik heb wel zeggenschap over of je mag schieten of niet. Ik blijf hier generaal achter, lekker. Oké, ik geef geen toestemming, geen airstrikes. En ook, volgens ook de toestemming van terrein af en ook... Ingang open. Nee, die ingang hoeft toch niet open. Ze hebben grappler, joh. Ingangen sluiten. Want ze hebben grappler, dus dan hebben ze pech. Ik wil graag Surf Jansen op deze twee rode gebouwen hebben. Dan kunnen we precies zien. Ik hoor... Ik ga op dat gebouw. Hier bij ons loopt iemand. Bij mij en Jamie. Ja, maar ik zie er ook al eentje.
toestemming voor één smoke. Chimia Femke. Ja, die blijft bij elkaar. Die zijn met z'n tweeën. Hey, laat Eén smoke, één smoke, één smoke, één smoke. Even kijken, één smoke. Ik kan niks zien. Oh. Ik zit vast, joh. Ik zit zelf vast in mijn eigen smoke trap. Iemand bij mij. Mag ik schieten? Hij schiet op mij. Nee. Tenzij het Mick is. Mick. Nee, je mag wel schieten. Staan blijven. Hij is twee keer hit. Van die turret af. Zeg even hem dat ze van de turret af moet. Zo. Ja. Yeah. Up. Oké, okay, laat Jumila maar even over het terrein heen kammen. En Femke ook. Hoezo Femke ook? Omdat hij bij elkaar blijft, toch? Femke stemt toch? Dat is een duo. Die duo. Femke laat ik niet over het terrein komen, heel erg. Maar Jumila laat gewoon even leven. Hè. Laat kill af en toe maar. Geef waarschuwingsschot, hè? Niet doen. Mensen bij mij? Ja, bij mij. Mick op mij! Waar is Mick? Hier boven ons. Oké, nu ben ik er wel klaar mee. In je rug, 16 hits. Hij wil maar pickaxe, maar dan ga ik niet gewoon. Nee, ik heb hem laten killen. Ik heb gewoon 1 airstrike voor de veiligheid. Mick is dood, Mick is dood. Airstrike. Oh, gebeurt er wat? Nee! Vlogers. Nee! Mooie regel, niet respawnen! Dat mag wel. Ja, maar Thomas, als kijk, dit gezegd weer dat mensen komt naar de hub gaan, dan kan je hem de hele tijd stoppen. Deze keer gaat per ongeluk. Ja, maar daarom, om per ongeluk te voorkomen. Alleen ik zit vast. Heer, het is rustig. Wie kijkt er eigenlijk allemaal mee? Dan kan er... Zeg als je weer joint, dan kunnen we de game enden. Ik ga nu joinen. Ik sta nu voor de rift. Dus, Jos. Ja, join maar. Zeg even tegen Femke dat ik... Ja. Oh, Jamie. Je mag gewoon uit het kantoor, hoor. Hé, hey, waarom doet Floris gelijk weer mee? Jij doet wel mee, Floris. Echt? Ja. Bij ons sta je in die club, wauw. Echt? Oh, dit? Vind je wel cool, Jamie, hè? Ga maar van het gebouw af. Want wij mogen het ook niet op... Nee, ik zit in spectator mode. Ja, Floris is gewoon naar de hub gegaan. Maar nou doet hij als voet wel weer mee. Ah, nog niet meer naar de hub. Ja, ik doe mee. In de rij, achter... Oh, behalve Thomas, die gaat lekker tegen het verkeer in. Onbeschoft jij. Niet smokes! Geen smokes! Smokes is niet zo erg dat je die unlimited gooit, maar niet onnodig. Smokes zie ik niet als een gevaarwapen. Maar wapen waar je mensen mee kan damagen, dat wel. Kan per ongeluk gaan. Ja. Had dus maar één, misschien had hij een dag als een grapper had, maar... Smoke vind ik geen ramp, want dat is geen wapen waar je iemand mee kan damage. Maar zolang je dat wel even zegt. Tenzij per ongeluk doet, oké, okay, maar als je per ongeluk mensen gaat schieten, dan moet je wel optreden. Oké. Okay. Ingang 1. Ik pak hier een ATK. Of wat trouwens? Ik laat ze wel binnen. Waar willen jullie binnen laten? Wie is het? Jamila en Femke. Oké, die mogen over het terrein. Maar Femke mag je op een gegeven moment wel afknallen als ze niet luistert. Want ik vind dat we Femke niet al het geluk van de wereld moeten gunnen omdat Jamila bij er is. We zijn wel een duo, hè? Oké, maar kom op, je moet ook inzien, we gaan Femke toch niet de hele tijd gunnen, hè? De hele tijd.
Ik zeg niet dat ze deed het opgehaald worden, maar af en toe wel. Op het dak. Yeah! Wapen down, wapen down. Ik hou nog onder schot. Dat is het enige wat ik doe. Ja. Niet schieten. Staan. Staan blijven. Oh, Fab kent Jamila. Fab kent Jamila. Niet doen. Wacht, volgens mij niet. We hebben eentje wel. Femke, laatste. Nee, ze gaan wel op de toren. Hé, hey, zeg tegen Femke dat het niet mag. Zeg maar tegen Femke dat het niet mag. Er loopt hier iemand bij mij. Ja, dat is Jamila. Oké. Okay. Zeg tegen Femke dat ze niet de toren op mag. Ja, daar is Tony. Nee, maar omdat je zei... Ja, Femke afknallen, want Femke begint te schieten. Wie had het idee om een fling op te geven? Niet schieten! Laat haar maar, op je schieten. Ja, oké. Ja, Armaan, laat maar schieten, Jongen. Nou wordt ze helemaal blij en dan snel de schot eraf. Thomas en Jamie, je mag niet buiten het trein, hè? Jamie? Hè? Je mag niet buiten het trein. Je moet echt in de muur van het terrein blijven. Maar wat is het terrein dan? Oké, dat leg ik wel uit. Laten we zeggen, het terrein is alles waar een nummer bij staat. Binnen die hekken moet je blijven. Ja. Dus respawn maar als je wilt. Dan kom je gelijk in de toren. Respawn kan gewoon Jamie. Nick, dus bij mij, Nick bij mij gaat terug naar de basis. Zeg terug naar de basis. Oh, ja, dat is wel pushy, hè. Is goed, ik denk dat we maar een huisbezoekingsbevel gaan activeren. Heb ik een huisbezoekingsbevel? Nee. Stil staan iedereen. Eén airstrike voor de waarschuwing. Eén airstrike voor de waarschuwing. Ik ook of niet? Nee, hoeft maar eentje. Voor de waarschuwing. Floris mag met mij mee voor mij. Voor het huisbezoekingsbevel. Ja, Armani, kom eraan. Dan boven. Oh, Mick wacht een sheet, ik wil op je schoot door hem. Thomas, ik ga mee met het huisbezoek. Oké. Okay. Met Armaan. Ja, het, neemt twee. Armaan neemt twee. Zou ik even naar Game Channel gaan? Nee, Mick wil op me schieten. Mick wil op me schieten, jongens. Schiet hem kapot. Neem schieten, twee man mee, Armaan. Armaan neemt maar twee man mee. Mick is dood. Ja, maar ze spannen hier, hè. Onthoud dat. Ja, meteen dood. Ja, alsnog, ik heb toch kill. Jullie mogen niet in onze span. Jawel, jullie als wij een huisbezoek hebben wel, en die hebben we. Nee! Mick, ga niet weer zeuren, want dan word je weer gekeken. Hé, je mag niet zeggen, ik heb een SP90 en mijn pistool heb ik echt van een seconde. Oké, we geen airstrikes meer. Ik heb mijn P90 en mijn pistool ergens anders gevonden. Oké, laat me alsjeblieft vrij. Oké, ik ga P90 en pistool liggen niet in het game. Hey, de game is gestopt, Thomas. Ja, dat heb ik gedaan. Omdat? Omdat mensen gewoon wapens van ons pakken. Is goed, leg ze maar op een geheime plek dan. Als het zo moet. Beter idee. Kom, Thomas, ik zal ze meenemen. Nee, hoeft niet. Ik heb wel iets. Zorg maar dat het... Ja, maar Thomas, we gaan vier keer laten spannen en dat is het. Jamie, niet hakken, je maakt dingen kapot. Dus dat kan alleen maar via boven eruit. Ja. Ja, beter idee dan. Ja, joh, je mag gewoon hakken hoor. Wacht, ik ga het anders spelen. Je kan dingen kapot hakken toch? Nee. Never let you down. Copyright. Ja, oh ja. Je mag niks doen. Qua dansjes wat gelijk maakt, Jamie. En dat telt me als copyright. Ik kan hier niet weg.
En ik kan wel shot kunnen. Nou, dames en heren. Ga niet op de killen. Gast, we zijn toch niet begonnen, dus zeur niet. Oeh, alles wordt weer voor me genakt, hè. Ja, dat is klote, hè, Floris. Ik sta eerst in de rij en dan... Floris, hier geldt maar één ding. Bezit als eerste het wapen, dan heb je geluk. Heb je een auto? Ja, nou zit hij dicht. Dan kun je er niet in. Nu kunnen wij het zelf ook niet meer omhoog en dat is denk ik veel beter. Alleen als je iets plant. Dat is veel beter. Thomas, wil je nog weten wie de Harrison Wells lover was? Ja, jij. Nee, ik was dat niet. Wie dan? Ook goed. Ja, wie denk je? Je moet ik weten. Vince. Ook goed. Je mag niet buiten deze muren. Die je hier ziet. Wie denk je het ook? Vince. Iemand die nu meedoet. Dat is niet buiten. Ja, Jamila. Ja. Oké, dat mag. Maar je mag niet... Ik zeg wel als je buiten de map bent, Jamie. Oké. Hey, ik loop weer vast. Dan is ook niet voor hun. Ik loop weer vast. Ja, nu ben, heel even wachten. Nu ben je buiten de map. Heel even wacht, en nu jongens. Niet meer. Heel even wacht, jongens. Nee, er liggen echt wapens. Die daar niet horen te liggen. Oh, ik weet al waar. Op de zolder. Daar het is hem vandaan gehaald. Start hem. Dat klopt. Ik weet al wat je bedoelt. Want ja. Daar heb je volgens mij gevonden, Mick. Oh. Nee. Ik ben eindjes van mij. Pistol. Oh, ik glitch af en toe. Dit is een hele goede manier. Oké. Als je weg gaat, zorg wel dat die dicht is dan, dat ding. Dus... Ik ga eens kijken hoeveel... Jamie, je bent nu buiten de map. Oh. Of in ieder geval buiten ons terrein. Ja. Maar ze komen niet. Ja, die komen vanzelf wel. Oh. Ik heb het idee dat er iemand bij ons kantoor in stond was. Dat Mick of zo daar als eerste heen is gaan. Ja, want daar lag die wapens. Staan die deuren. Ja, ik ben hier nu. Hallo? Ja? Ik heb een vraagje. Je kent toch wel die spot in D waar al die goede wapens liggen, die Boombo's, P90, ja? Al die andere. Je kan die stuff niet meer oppakken. Ja, want we hebben ze weggehaald. Nee, het ligt er nog. Nee, het ligt er niet. Oh, Femke gaat eraan, Femke gaat eraan! Yo, Femke is... Wacht, dan ga... Ik vraag om... hulp van de UA! Stoppen met de airstrikes! Stoppen met de airstrikes! Ik ga het veld in, ik ga het veld in! Nick staat hier op de deur? Ja, die staat daar. Er is hier nog iemand. Jongens. Maar airstrikes heeft hier geen zin. Nee, dat klopt. Doei. Hoe komt er een flintlock? Ja, die hebben ze gegeven. Jamie, naar buiten. Naar buiten, Jamie. Ik kill Jamie, ze naar wel. Buiten. Jamie, nee. Naar buiten. Ik kill ze wel. Goed, Jamie. Nee, maar Mick... Hé, hey Mick, je mag niet lang... Oh, wacht, je zit hier niet meer in. Wat zei... Orman, ik ga wel even. De regel is toch niet... de regel is toch niet langer als 10 minuten in hetzelfde gebouw of 5 minuten? Daar is geen regel van.
Oh, hij is respawned. Zo'n idee heb ik. Of hij... Ik zit achter Fanka. Thomas, ik heb het idee dat hij in jouw kantoor zit. Ja, dat want blok... alle deuren in jouw kantoor staan open. Dat gaat pushen. Kom. Ik ben er nu. Hij is er ik zit achter Fanka. Mag ik Fanka laten of niet? Fanka kapot knallen, want zij heeft me gedamaged. Die is al dood geweest, dus. Oh, dan niet meer. Oké, dan laat ik er. Nu even. Wie gooit de S? Wie gooit dat? Wie gooit die? Ik ga mezelf killen. Ja, daar geen toestemming voor, jongen. Dus. Ik sta midden in... Jongen, ik sta midden in mijn airstrike en ga hey, hier is iemand! Ja, laat maar. Die mag je laten. Laat hem leven. Oké. Zo, ik ga wel naar binnen kijken of Mickey is. Er is hier iemand. Ja, dat kijk. Volgens mij is hier iemand binnen geweest, want de wall is niet getriggerd. Ja, die wall kan alleen maar van boven getriggerd worden. Dan moet je maar even triggeren. Ja, van binnen kan die... Ja. Dus iemand heeft hem vergeten dik te doen. Ik hoor hier iemand. Ik zie hem ook. Ja, yeah. Niet schieten! Niet schieten! Het zijn Femke en Jamila. Zie je ook iemand? Hier is iemand. Niet waar? Schieten! Waar, Jamie? Het zijn Femke en Jamila. Niet schieten, hoort je fire. Laat maar. Daar moet je voor gaan dansen, dat is grappig. Maar ik heb niet het idee dat het Femke is, want Femke... Nee, degene die mij dat heeft gekild was Jamila. Oh, jawel, is wel Femke. Nee, die is niet Femke. Jawel, is wel Femke. Negeren, jongens, Mick is bij mij. Ja, Mick zegt zelf dat we stil moeten staan, hè? Ja. Mezelf gaat hij ons wel de hele tijd killen, gelijk. Terwijl wij niet gelijk mogen schieten. Is goed. Als Mick je gelijk beschiet, geef ik gelijk prioriteit nummer 1, dus je mag hem voor altijd knallen. Echt? Dat is een bevel. Yes. Op Mick mag je gelijk schieten. Oké, bij deze aangenomen. Oké, waar is die? Oh, ja, daar volgens mij. Ja, hij schiet op mij. Precies. Ja, ik ga... Precies, knallen. Ik vraag om support van de lokale air support. Ik ga de lucht in. Je mag luchtaanval gebruiken. Nee, ik ben dood. Sorry. Nee, airstrikes mag ook dood. Maar maak ik nou afgesproken dat ik alleen de toestemming voor airstrikes mocht geven. Oh, ja. Thomas, mag ik de lucht in? Sorry, Dallas, dat is nog verder. We gaan twee. Ik ga vroeger gaan de lucht in. Of wie wilt nog meer de lucht in? Mag ik airstrikes gooien, Bas? Nee. Ja, ik ben dood. We proberen eerst even een. Luchtaanval door het patrouilleren. Nee, Thomas, ik ga eerst patrouilleren uit de lucht. Jij ook mee. Twee man patrouilleren in de lucht. En als het nodig is... Zeg dat we live zijn. Tegen Romy Kwebbelkous. Ja. Zeg. Ik heb jouw kanaal gezien. Met slijm maken. Wacht. Zeg dat jij live bent. Dat jij ook live bent. Je hoeft je niet de hele tijd te laten killen, hè? Nee! Mag ik een grenade gooien? Hier is iemand. Welke grenade? Nee. Toestemming. Ja, wel. Patrouille uit de lucht. Is dat Mick? Mick, niet meer gooien, want ik wil weten wie het is. Ja, hij is de charge. Is het een zwart? Ja, maar iedereen heeft de charge van hun. Oh. Wacht, dat kan ik. Gooi maar één airstrike. Iedereen mag één airstrike gooien. Nee, nog niet doen! Nog niet doen! Oh, oké, maar ik zit, want hij zit binnen, dus jij hebt er niet heel veel aan. Ik heb toch de bevelen hier. Ik ga kijken. Het is Mick! Ja, ja. Mick is pussy. Je gaat alleen maar binnen zitten. Oké, ik land met mijn vliegtuig. Thomas, ik ga naar de lucht in. Ja, ik ben geland en ik blijf op wat troeien. En ik hoor één smoke. Ik kom. Bevelen voor airstrike worden toegereikt aan jullie. Jongens, Mick is pussy, jongens, Mick. Waar is die ping? Zet je marker? Extensie op Mick krijgen. Mag ik iets vragen? Hij is pussy. Is het dat die ene prullenbak van gele? Ja, ik heb hem. Lekker. Ga alsjeblieft niet altijd die stink... kun je alsjeblieft gewoon stoppen met die hele tijd die dingen zitten te gooien? Smoke grenades. Maar, nee, gewoon die airstrike dingen. Maar Aman, ik heb zo'n vraag. Waar jij net van mij ging wegrennen, toch? Waar je zo'n airstrike gooide, toch? Ja? Wat? Waar jij net zocht, toch zo, waar ik jou net had gehit? Ja?
Daar zit dus zo'n prullenbak, maar die kan ik niet openmaken. Daar. Is dat gewoon zo'n prank dan? Ja? Oh, en nog iets, je mag niet continu binnen in een gebouw zitten. Ik sta de toren. Oké, maar niet killen. Wacht, niet killen. Bevelen voor airstrikes zijn ingetrokken, geen airstrikes meer gebruiken. Oké, dat waren de laatste. Mick is prioriteit nummer 1. Als die hier nog in zit, dan hoort hij mij. Mick is prioriteit nummer 1, dus we mogen hem gewoon altijd killen. Het bevel van uw hoofdgeneraal, moest ik zeggen. En ik was... Mick is bij mij! Kom! Waar? Mick heeft me. Thomas, stap jij maar uit. Ik blijf in de lucht. Ik blijf met z'n allen in de lucht. Ik ben bijna. Ik heb die idee dat er een fout is. Jimmy, waar ben je? Moet ik bij jou ondersteunen vanuit de lucht? Ik heb hem. Lekker. Oh, Jamie, ik ga uit de lucht. Ik knal mijn ding kapot. Is er nog iemand? Ja. Is het iemand binnen? Oh ja, kom. Ja, dankjewel. Hoe moet hij naar binnen? Weet ik niet. Hoe kom je binnen, Toe? Hoe kom je binnen? Dat mijn is verstaan. Via de voordeur. Jongens, ze zitten op het dak. Ja, maar die... Ik weet ook niet waar ze liggen. Volgens mij weet niemand, want John was gewoon gekikt. Okay. Dus moet zijn John vragen. Wat? Nee. Ja, John! John heeft ze zo verstopt, hij weet al echt niet waar ze zitten. Dat vind ik ook niet eerlijk. Hij mag ze niet meer verstoppen, hè. Het is ik, Thomas, of wie we aanwijzen, maar voor de rest niemand. Daar is iemand. Waar, Pink? Daar, bij de gele. Ja, we zijn onderweg. Ja, ik zie gewoon Jamie. Thanks allemaal. Hij zit daar op die groene. Maar daarna gaat hij weg. Ik ben onderweg. Aan de speelstijl gezien is het Mick. Ja, het is Sven, dit is Svenke. Dat hoofdgebouw toch? Nee, even alarm zodat ze iedereen weet dat. Iedereen weet dat, dus dat aan iedereen mag op Mick. Nou. Ja, gewoon zonder. Gelijk met toestemming. Je hebt gelijk toestemming alleen op Mick. Ja, Pam, ik zit al op de Pamkamer. Waar is Mick? Dat is Femke, jongens, is Femke! Ultra Fire, is Femke! Je moet dus op de hoed, welke skin heeft Mick aan? De Manic. De Manic. Hij zit hier binnen, jongens, hij zit hier binnen. Met de Starman. Oh nee, vuur. Nee, weg. Vuur als je hem ziet. Nee, hij zit hier binnen, want ik hoor niet met iemand lopen. Ja. Eén airstrike pakken. Eén airstrike geven. Ja, ik ben binnen aan het zoeken. Nee, hij zit er niet, denk ik. We gaan even kijken. Jawel, hij zit hier ergens verstopt. Ik wil al twee mensen hier de wacht houden. Jamie en ik houden hier de wacht. De rest gaat binnen. Eén smoke. Jullie mogen één Nee, ik kan niks zien. Jullie mogen één airstrik gebruiken. Oké. Okay. Iedereen? Ieder allebei eentje. Oké. Als ik hem zie, dan... Dan. Dat is ook voor jou gaat 1 airstrike. Ja, ik waarom? Ik heb toezicht op 1, 2 of 4 deuren. Ik ben binnen. Ik hoor iemand. Okay, ik... Dat was ik. Let op, hij kan zich goed stoppen hier buiten ook, hè? Ja, ik hoor. Armaan, jij hebt dit toch helemaal dit voor? Ik, in de container? Niemand in de container? Ik denk dat hij weg is. Ja, laat het gebouw maar. Ja, hij is respawned. Thomas, ik heb nog één airstrike over. Ja, mag je ook gebruiken. Ja, als ik iemand zie of zo. Ja. Wie heeft nog meer een airstrike over?
Ik. Oké, maar ik wil bijna nog één airstrike gebruiken. Oké. Nou niet. Volgens mij iedereen behalve jij hebt hem al. Jongens, ik... Hey, wie zit op de turrets? Mick zit op de turrets. Zeg tegen dat ze niet de turrets op mag. Wij mogen wel de turrets op, alleen hun niet. Ja. Hun mogen de turrets op en Femke op de turrets. Ja, wij mogen wel de turrets op. Ja, laat ja. Gewoon. Ja, maar Femke is Jamie, team. Jamie, niet schieten. Laat het gewoon even. Zeg het even tegen Femke, want je hebt Femke op de turret. Ja, laat gewoon Niet schieten op mij, dan pak ik damage. Ook op Femke laat. Op het dak! Welk dak? Ja, wie zit op die... Wat? Ik en Jamie. Ja, dus jongens, niet schieten, is Jamila! Oké, okay, hold your fire. Die ga ik je doen! Laat haar mij killen, dan voelt ze zich goed. Laat haar je killen, kom op. Femke? Ik heb nog een airstrike over. Er zit hier iemand! Ja, die zit te wachten tot wij... Ja, ik zie hem al. De camera die verraadt ze. Ja. Is Jamie, stop met dingen. Ja. Stop met smoke. Femke weg. Gespeeld. Nee! Oh, we hadden net gepikt. Airstrike gebruikt. Ik er niet. Ingang 1. Hé, daar zie ik mensen hier! Waar? Voertuigen daar, zijn niet opgestaan. En ik sluit gelijk de ingang. Sluit de ingang! Sluiten! Ja, daar loopt hij! Ja, daar is dingen! Mogen we op Mick schieten? Ingang is gesloten! Mogen we op Mick schieten? Daar is hij, daar! Hij zit nog goed in de toren! Meneer, mogen we op Mick schieten? Als een wapenpas heeft wel. Hij... Ja, Mick ja. Wel. Hey, ja, Mick is prioriteit nummer 1. Schiet maar. Prioriteit nummer 1 bij deze ingeschakeld op Mick. Meteen schieten. Hopelijk kan ze nu weer iets. Volgens mij kon Jimmy daar niks meer. Zullen we daar boxfight doen? Dan gaan we dit blijven doen. Nee. Ja, boxfight ben ik wel. Wie zei dat trouwens? Ja, dan ja gaan... ik ga wel even een game channel zeggen. Misschien kunnen we boxfight met de party. Hoezo is Jimmy daar weg? Weet niet. Ik kan daar niet. Ik ga wel even praten. Nee, ik vraag wel. Oké, okay, al bij weg. Nee, ik ben niet weg. Ik stuurde gewoon een app, joh. Oh, boxfight kunnen we wel doen. Ja, als jullie ook goed vinden. Nee, ik stop. Oh, denk ik. Want het is... Het is bijna niet. Oh, Jamila stopt. Nee, met Mick boxfight is ook niet leuk. Met wie? Met Mick, want die is kei goed. Ja, maar ik ben wel beter dan hem. Ik wil wel even wand tegen hem. Maar dan gaan wij toch tegen... deze is goed! Wat? Jamila die zegt zo... Ik had wel Armand en Thomas gekild. Ik ben er weer. Ja, je app leest aan aan. Hey, ik stop! Nee, dat klopt. We gaan waarschijnlijk geen boxfight doen. Ja, wat dan? Jongens, doei! Doei, Forrest. Ik ben weg. Doei! Tot doei. Morgen, denk ik. Tot morgen. Er lopen hier twee mensen. Zullen we dan de stream ook afsluiten? Ja. Of gaan we nog boxfight spelen of iets anders? Ja, we zijn pas 40 minuten live komen. We gaan nog wel heel even live met de kluis. Mick, Mick beschoot, maar hij is white. Doei! Doei, Forrest. Ik kan geen boxfight doen dan. Ja, kan wel. Ja, kan wel. Ja. Of wil jij dan niet... Ik vind het goed. Ja, maar vind jij dat ook goed?
wat? Wat fijn. Wil je niet. Maar... Dan gaan we gewoon eerlijke teams maken. Maar met Nick kan je niet echt eerlijke teams maken dan. Ja, want... Met één iemand dan... Dat zeggen we straks wel. Ik denk dat de livestream gaan eindigen. Ja. Nou jongens, leuk dat jullie Want de livestream loopt ook niet lekker vandaag. Nee. Leuk dat jullie gekeken naar deze stream, dames en heren. En Armaan, aan jou het eer. Nou, heb je genoten van deze livestream? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En hou onze video's in de gaten, want vanaf maandag... We zijn weer begonnen met uploaden. Ja. Of in ieder geval, we gaan vanaf maandag weer uploaden. We hebben opnames gehad. Dat klopt. En dan met kijkers ook weer en met andere mensen. Dus zoals wij altijd zeggen wij... Laters. Thank you.